Gevraagd zijn de snijpunten van deze twee functies op het domein min pi tot 2 pi. We beginnen met de vergelijking. Sinus kwadraat x is 1 vierde. Sinus kwadraat x betekent eigenlijk sinus x tussen haakjes in het kwadraat. We moeten aan beide kanten wortel trekken. Dan krijgen we sinus x is de wortel van 1 vierde is een half. Of sinus x is min een half. Denk maar aan x kwadraat. X kwadraat is 4, levert op x is 2 of x is min 2. Om de sinus kwijt te raken, gebruiken we de volgende techniek. Dat doen we even in een gedachtenwolkje. X is sinus min 1, een half. En als je dat uitrekent op je rekenmachientje, die je natuurlijk op radialen hebt staan, want bij sinusvergelijkingen werken we altijd in radialen, dan vertelt je rekenmachine dat dat 1 zesde pi is. Dit is iets wat je in gedachten doet en waarbij je misschien als hulpmiddel de standaard sinusgrafiek even gebruikt. Want snijpunt bij een half, als dit 1 zesde pi is, dan heeft diezelfde functie nog een oplossing, hier namelijk ook. En die tweede oplossing, net zoals deze hier, moet je zelf bedenken. Hij is helemaal symmetrisch, dus als ik hier 1 zesde pi voorbij 0 ben, ga ik hier 1 zesde pi terug en kom ik uit bij 5 zesde pi. We hebben dus nu voor het eerste stukje twee oplossingen. X is 1 zesde pi of x is 5 zesde pi. Maar nou zijn we er nog niet helemaal, want deze grafiek gaat natuurlijk oneindig verder. Dat betekent dat we elke 2 pi een nieuwe oplossing vinden. Want als je 2 pi opschuift, dan kom ik hier weer bij 2 1 zesde pi een oplossing tegen. We moeten er dus bij zetten dat je er een nog nader te bepalen aantal keer 2 pi bij op mag tellen. Gaan we naar de tweede vergelijking kijken hier. Ook daar gebruiken we eventjes als hulpmiddel de rekenmachine. En je rekenmachine vertelt je dat x dan min 1 zesde pi is. Opnieuw, aan deze kant is die natuurlijk ook symmetrisch, dus hebben we opnieuw twee oplossingen. We hebben x is min 1 zesde pi of x is min 5 zesde pi. Opnieuw plus k maal 2 pi. Die k mag elk getal zijn, positief, negatief, als het maar een heel getal is. Een heel aantal keren 2 pi. Soms staat hier tussen haakjes 2x of wat anders. Dan kan het zijn dat in jouw berekening ontstaat dat die periode geen 2 pi meer is, maar een ander getal. Blijft zo dat k een heel getal moet zijn als je daar wat voor invult. Als we voor k 0 invullen, dan komen we uit bij onze 1 zesde pi en 5 zesde pi. Die twee oplossingen, die hebben we alvast, want die vallen binnen het domein. Als ik voor k min 1 invul, dan wordt dit dus min 2 pi plus 1 zesde pi is min 1 5 zesde pi. Dat valt buiten het domein. Dat geldt ook als ik voor k plus 1 invul. Dan krijg ik 2 1 zesde pi en ook dat valt buiten het domein.
We krijgen hier dus alleen een oplossing als we voor k 0 invullen. 1 zesde pi is een oplossing. X is 1 zesde pi, is alvast een oplossing. Kijken we naar deze, geldt er hetzelfde voor. Min 1 en plus 1 leveren oplossingen die buiten het domein vallen. Dus, ik moet hier geen komma neerzetten, maar een of. Vijf zesde pi is een oplossing. Gaan we hier kijken. Min 1 zesde pi. Nou, als ik daar nog eens 2 pi van afhaal, dan zit ik zeker buiten het domein. Maar als ik er 2 pi bij optel, 2 pi min 1 zesde pi, dan zit ik op 1 vijf zesde pi. Dat valt binnen het domein. Dus hier kan ik zowel de x is min 1 zesde pi en x is 1 vijf zesde pi uithalen. Ga ik naar deze oplossing kijken, dan kan ik ook hier twee mogelijkheden vinden, namelijk min 5 zesde pi. En als je er 2 pi bij optelt, 1 1 zesde pi. Dus x is min 5 zesde pi of x is 1 1 zesde pi. En dit zijn de zes oplossingen die je uit deze vergelijking krijgt.